en welkom bij deze nieuwe video. Mensen, wat vinden we van mijn haren? Ik heb het geknipt, kort en een pony geknipt. Vinden we het mooi? Grapje natuurlijk. Dit is niet mijn echte haar. Ik zou nooit mijn echte haar zo kort knippen. Maar ik vond het wel leuk om het een keer te proberen. Dus dit is een pruik. En ik heb hem precies zo geknipt hoe ik het wilde. En ik vind het echt best wel leuk. Wat vinden we ervan? Dit maakt mijn hele look zo anders. En ik heb echt een groot voorhoofd. Dus ik heb echt het perfecte hoofd voor een pony. Ik vind het echt best wel leuk gelukt. Ik ben echt zo'n persoon die houdt van lang haar. Maar ik vind het ook leuk om af te wisselen en te experimenteren. Dus ik dacht, laat me een keer gewoon iets heel anders proberen. Maar goed, het gaat vandaag niet over mijn haren. Ik ga een nieuwe collectie testen van Essence. Essence is uitgekomen met een aantal kleine collecties in samenwerking met Disney. Ik weet niet wat het is de laatste tijd met hun en make-up collecties. Maar elke make-up merk heeft nou een collectie in samenwerking met Disney. En Essence dus ook. Essence en Catrice. En ik heb er twee gekocht. Ik heb de Aladdin Jasmine collectie gekocht. En ook de Belle collectie van Beauty and Beast. En vandaag gaan we de Essence X Jasmine collectie testen. Het is wel een hele kleine collectie, slechts 3 producten, alle 3 voor de ogen. Vandaar dat ik mijn hele gezichtsmake-up al heb gedaan, zoals je kunt zien. En ik ben super benieuwd, want het is Essence en dat betekent dat het weer lekker goedkoop is. Dus laten we het gewoon gaan testen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Jongens, ik moet zo wennen aan dit haar. Ik heb gisteren weet ik voor hoe lang geknipt aan deze pruik. Maar ik vind het wel echt heel leuk. I love it. Het is gewoon echt haar. Het ziet er echt super duper mooi uit. Kijk dit. Oeh. Dit is echt ideaal als je je haar niet wilt stylen. Of niet wilt knippen of whatever. Maar goed. Ik begin heel de tijd nou over mijn haren. We hebben een oogschaduwpaletje, nep, wimpers en een mascara. En we gaan beginnen met het paletje. Dit is het Essence Disney Princess Jasmine Eyeshadow Palette. En binnenin zitten 16 prachtige matte en glanzende kleuren. En ook een grote spiegel. En het is een beetje een cool tone paletje. Dit paletje ziet er zo mooi uit. Deze foto van haar is echt mooi. En alles wat hierop staat is zo glitterig en zo 3D. Je voelt het echt zo erop zitten, zeg maar. Dit ziet er allemaal echt heel mooi uit. En dan de binnenkant ziet er ook heel mooi uit. De kleuren zijn heel mooi. Het sprak me echt aan, want het is cool tone. En ik heb niet veel van dat soort paletjes. Dus ik ben echt heel benieuwd hoe dit in mij gaat staan. Beetje grijzig, paars. I love it. Essence oogschaduwen zijn niet altijd het beste. Dus ik ben benieuwd of het nou wel goed gaat zijn. Dit paletje is super goedkoop. Slechts 10 euro voor best wel veel kleuren. En de hele collectie is ook zoals altijd vegan en cruelty free. Ik ga even gewoon een paar kleuren swatchen. Even zien hoe de swatch is. Oeh. Veel pigment, maar wel een beetje poederig. Oké, dit zijn dan de 4 kleuren die ik heb geswatcht. Best wel heftig, maar ja, ze zijn wel een klein beetje poederig. Dat vind ik wel jammer. Ik weet nog helemaal niet wat voor look ik ga maken. Ik ga gewoon beginnen en we zien wel. Alle kleuren namen hebben ook allemaal iets te maken met Aladdin. En het ziet er echt super duper leuk uit. Dus ja, laten we gewoon iets gaan creëren hiermee. Dus laten we inzoomen op de ogen. We zijn ingezoomd en ik heb al gepruimd met concealer en poeder. Even een beetje egaal maken. Dus we kunnen gewoon gelijk ingaan. Oké, wat ga ik maken? Ik ga beginnen met een licht matte grijze kleur. Die heet Magic Carpet. Ik ben heel benieuwd hoe die gaat aanbrengen. Ik hoop niet dat die te licht gaat zijn. En ik breng het aan met mijn Zoeva 228 Fluffy Quast. Ik denk wel dat die iets te licht gaat zijn voor mijn huidskleur. Het ziet er een beetje witgrijs uit. Maar goed, ik breng het gewoon aan in mijn hele arcadeboog. Nou, op zich, het is wel gewoon te zien. Het is wel een hele lichte kleur. Dan ga ik in met de grijze matte kleur hier. Die heet Abu. Abu was volgens mij het aapje van Aladdin. Volgens mij, als ik me goed herinner. Die was echt super duper cute. Aladdin en Jasmine zijn Arabisch. En ik ben dat ook. Dus vandaar dat ik deze collectie echt per se moest hebben. Ik moet wel zeggen, ik vind Aladdin en zowel iets meer goud. En heel deze collectie is iets meer grijs. Maar ik heb ook de Belle collectie. En die is dus helemaal goud. En ze kunnen niet 2 collecties helemaal zo goud maken. Dus ik denk dat ze vandaar hiervoor zijn gegaan voor grijs. Het is echt best wel goed gepigmenteerd. Beter dan wat ik gewend ben van Essence. Alleen ja, nogmaals, het is wel echt poederig. Dus als ze dat ook beter hadden gemaakt, dan was het echt goed geweest. Maar ja, het is ook maar een paletje van 10 euro. Dus ik ben niet al te streng. Ik zie ook dat er niet heel veel matte kleuren zijn. Er zijn 5 matte kleuren en de rest is allemaal glanzend. Dus als je houdt van matte kleuren, dan is dit al sowieso niet een paletje voor jou. Dan ga ik nou in met paars. Deze kleur heet Passionate. En die kleur druk ik in hier zo in de buitenste hoek. En dan blend ik het ook zo door in mijn arcadeboog een beetje. Ik denk dat ik het een beetje ga mixen met die grijze kleur Abu. Dan wordt het een beetje paars-grijsachtig of zo. En nu ga ik al die matte kleuren ook aanbrengen op de onderste wimperrand.
Dan wil ik ook een zwart oogpotloodje aanbrengen in mijn onderste waterlijn. Die ik hier heb is van Benefit, de Bad Girl Bang zwart oogpotloodje. Ik had, by the way, niet gezien dat deze collectie ook een oogschaduwkwast had. Anders zou ik die ook hebben besteld. Dat heb ik pas net gezien. En ja, ik ben nu de video aan het filmen. Dus een beetje te laat helaas. Dan is het nu tijd voor glanzende kleuren. Ik wil er wel echt een aantal aanbrengen. Dus ik ga even kijken. Ik ga beginnen met de glanzende kleur hier. Die heet Speechless. Die breng ik gewoon zo aan over mijn ooglid. Deze is niet super heftig. Die andere zijn iets heftiger. Maar het is wel gewoon mooi als je het gewoon niet al te heftig en glanzend wil hebben. Maar wel gewoon een klein beetje kleur wilt hebben. Oké, dit is dus heel mooi als je het een beetje subtiel wilt houden. Maar ik doe niet aan subtiel. Dus we gaan nog meer glanzende kleuren aanbrengen. Nu ga ik in met deze heftige glanzende kleur. Die heet Genie's Lamp. Die kleur is echt veel heftiger. En dan breng ik die nog gewoon zo erop aan. Kijk even het verschil. Zien jullie dit verschil? Dit is voor de mensen als mij. Dan een beetje uitblenden bij de randen, anders heb ik zo'n harde lijn. Dan ga ik nu in met de donkere kleur hier, die is ook glanzend. En die wil ik zo hier in de hoek gebruiken om het daar een beetje donkerder te maken. Ja, die kleur is ook heel gepigmenteerd. I love it. Echt een hele mooie kleur. Ze hadden die gewoon mat moeten houden. Dat was veel beter geweest. En dan wil ik nu nog ingaan met deze glanzende kleur hier, die heet Trust. Ik weet dat ik nou een beetje aan het overdrijven ben, maar ik wil ze gewoon allemaal een beetje proberen. Die breng ik aan hier in het midden. Deze ook mooi. Deze is niet zo subtiel als die kleur van in het begin. Maar ook niet zo heftig als die andere kleur. Je hebt echt best wel veel verschillende formules in dit paletje. Dat is wel leuk. Oké, ja, die kleur vind ik ook heel mooi. Maar ik ga nou toch weer in met die hele heftige kleur. Om het allemaal weer lekker heftig te maken. Dan ga ik nu in met de grijze glanzende kleur. En die wil ik zo hier in de binnenste hoek aanbrengen. Die is ook heel mooi. Oké, nou dit ziet er allemaal wel gewoon mooi uit. Ik vind het een mooie look geworden. Dan ga ik nu in met de mascara. Dit is de Essence Disney Princess Jasmine I Love Extreme Volume Mascara. Dit is een mascara die ze al hebben in hun collectie. Alleen nou hebben ze gewoon de verpakking veranderd in zo'n Jasmine verpakking. Wel heel mooi. Ik vind het wel echt een hele mooie verpakking. Het is ook helemaal zo glitterig en zo. Maar het is gewoon de normale Extreme Mascara. Even mijn wimpers krullen eerst. Kijk even hoe groot het is. Ik ga persoonlijk vind ik dit echt te groot. Het is ook echt niet fijn voor de onderkant of zo. Maar goed, ik hoop gewoon dat ik niet ga knoeien en ze wel veel volume gaat geven. Ik heb de Extreme Mascara al wel een keer getest. Volgens mij vond ik hem niet zo fijn. Hij geeft wel echt volume. Let niet op mijn crappy mini wimpertjes, maar oké. Hij geeft echt volume, maar ik vind hem gewoon echt te groot. En dat vind ik gewoon niet zo fijn. Next up zijn nepwimpers. Dit zijn de Essence Disney Princess Jasmine False Lashes. Deze wimpers bestaan ook al. Een tijd geleden is Essence uitgekomen met fantastische nepwimpers. Echt gewoon goede kwaliteit voor een super lage prijs. En dit was mijn fave. Deze zijn zo ontzettend mooi. Heel erg lang. Lekker heftig. Daar hou ik van. Alleen nu weer hebben ze gewoon alleen maar de verpakking veranderd. En ik vind de verpakking echt fantastisch. Dit is echt super duper mooi. Deze wimpers zijn echt amazing. Dus ik ga ze eventjes opdoen. En dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, wimpers zijn aangebracht. Echt super duper mooi. I love them. En zo spotgoedkoop. Ze zijn wel echt heel heftig. Als je hele kleine ogen hebt, dan gaan ze echt too much zijn. Maar op mij zijn ze gewoon echt wel draagbaar. Ik vind het echt heel mooi. Ik vind het heel jammer dat de collectie geen lipstick heeft. Dus ik gebruik gewoon iets van mezelf. En omdat dit een Essence collectie is, gebruik ik ook een Essence lipstick. In de kleur 05 van de This Is Me collectie. Is een hele lichte nude kleur. En een lippotloodje van NYX Cosmetics in de kleur Los Angeles 2.0. Dit is een nude met een paarse ondertoonkleur. En dat leek me wel mooi met heel deze look. Nou, dit past echt beter bij de look dan dat ik van tevoren had verwacht. Dit is echt de perfecte nude voor zo'n look. En dan zijn we helemaal klaar, jongens. Nou, dit was dan de Essence X Jasmine Disney collectie. Ik vond het echt een leuke collectie. Niet heel groot, maar wel heel erg mooi. Overal vond ik het best wel gewoon een goede collectie. Dit paletje is echt prachtig. Het is wel gewoon de normale Essence kwaliteit wat je gewend bent. Goede pigment, alleen wel echt poederig. Dus je moet echt werken met een goede plakkerige oogschaduw primer eronder. Anders gaat het echt helemaal wegvagen na een tijdje. Maar ik vind het wel echt heel erg mooi. Ik vind ook de mascara vind ik fijn. Hij geeft echt volume. Alleen ik vind hem persoonlijk echt te groot. En ik zou hem vandaar ook niet gebruiken voor de onderste wimpers. Maar al met al, als je graag heel veel volume wilt, dan ga je hier wel blij mee zijn. Ja, en de wimpers zijn gewoon absoluut echt een topper. Ik vind ze echt heel erg mooi. Ik zie niet heel vaak zulke goede wimpers bij de betaalbare categorie. Dus hier ben ik heel blij mee. Dus al met al, vooral voor die lage prijzen,
is dit echt wel een goede collectie. Ook een hele mooie, leuke collectie. Laat me weten wat jij ervan vindt beneden in de reacties. Wat vind je van de collectie, van deze make-up look? Ik ben echt heel blij met hoe het is geworden. En vooral omdat ik hierna nog een andere video moet maken. Dus ik had geen zin om hem opnieuw te moeten opmaken. En zoals altijd hoop ik dat ik jullie weer gewoon een beetje heb vermaakt vandaag. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!